Elzinga. Arts. Abma. Berghuis. Marbus, de centrale spits bij Cambuur. Berghuis. Pieren. Mogelijkheid voor de Vriezen door Milko Pieren, de ex-Spartaan. Frank de Boer. Kluivert speelt ineens op Liedmanen. Mogelijkheid voor Ajax. Jari Liedmanen. Korte hoek. Redding erop. Frank de Boer. Tweelingbroer Ronald. Hoekstra is weg achter Gouwlozen vandaan. Dat biedt perspectief voor Ajax. Kluivert. Liedmanen. Boter. De vervanger dus van de geblesseerde Finidi George. Gekwetst geraakt vorige week in de bekerwedstrijd tegen Heracles. Liedmanen. Goede beweging, maar tot een schot komt hij niet. De Boer wel. Pieren. Reiziger. Ja, daar let niemand op van Rijswijk. En die gaat dan scoren voor Cambuur. En de Ajaxiden kijken elkaar verbaasd aan. En zo komt Cambuur na 19 minuten op 1-0. Er wordt niet gecoacht. Er wordt niet tegen elkaar gesproken. Want Blind blijft gewoon staan. En uit zijn rug komt Van Rijswijk. En die omspeelt dan Van de Sar. 1-0. Cambuur. De vrije man heet Liedmanen. Kluivert beweegt. Krijgt geen buitenspel. Net als Hoekstra. Die schiet ineens. Berghuis. Dat is niet zo'n slecht schot hoor van Berghuis. Ooit een groot talent, maar deed met die talenten te weinig. Arts. Blind. Kluivert. Scholten. Boter weg. Is sneller dan Abma. En passeert de rond. Maar passeert ook het doel. Blind. De Boer die dichter bij Kluivert is gaan spelen. Zodat Ajax probeert met vier aanvallers meer druk op Cambuur te zetten. Hoekstra. Kluivert. Kluivert. En nog eens Kluivert. De Boer. Pieren. Dat is een leep balletje van Pieren hoor. Het getuigt van voetbalintelligentie. Milko Pieren, de ex-Spartaan. Die ziet dat Van der Sar zoals elke keeper een meter of vijf voor zijn doel staat. En hem bijna verschalkt. De Boer. Liedmanen. Scholten. Kluivert. Liedmanen, Kluivert gaat door en wordt gevonden ook. Maar te midden van drie Cambuurspelers komt hij er niet uit. Boter. En dat schot gaat via Van der Meer over het eigen doel van Cambuur. Scholten wordt vervangen door Moussampa, waardoor Ronald de Boer rechtshalf wordt. Corner Hoekstra. Verlengd door de Boer, van de doellijn gehaald door Abma. Moussampa in de ploeg gekomen voor Scholten. Ajax heeft de tactiek omgezet. Kluivert is schaduwspits en Ronald de Boer is nu de aanvaller in de punt. Hij is de man die de openingen moet creëren. Liedmanen, Kluivert. En vooralsnog blijft Cambuur overeind. Moussampa. Kluivert. Ronald de Boer. Liedmanen. Oh, dit was een mooie aanval, maar niet goed afgerond door de Vink. Nog 17 minuten. Blind. Bogarde. Kluivert. De Ron.
De Boer. Van den Berg. Liedmanen. Liedmanen met de gelijkmaker. Nee, alweer niet. En een blessure voor de Fin. Liedmanen en voor Cambuur-doelman Wim de Ron. Die met elkaar in botsing kwamen bij deze actie. Berghuis, Pieren, die kan de wedstrijd beslissen. Hoewel hij ver naar de buitenkant staat. Maar hij doet het en brengt Cambuur op 2-0, 14 minuten voor tijd. Ongelooflijke sensatie, maar het is nog verdiend ook. Slecht uittrappen van de Sar. Pieren wint het duel. En wordt vrijgespeeld door Berghuis. En geen enkele Ajax-ziet loopt met Pieren mee, althans niet op tijd. En zo is het dus 2-0. Als Indianen zien ze eruit, Van der Meer en Van Rijswijk, die gewisseld zijn. En de laatste minuten vol spanning met ijsmutsen toekijken. Van Vliet kijkt op zijn klok. En blaast voor het eind. Na eerder aartsrivaal Heerenveen uitgeschakeld te hebben, schakelt Cambuur nu wereldkampioen Ajax uit en Han Berger wordt geknuffeld. Een afgang voor Ajax hier in de Friese hoofdstad Leeuwarden. En het feest is tot ver buiten Leeuwarden, waarschijnlijk tot in Bartlehiem te horen.